Ik ben Jacqueline van Roon, programmamanager Zorg en Technologie bij Vivium Zorggroep. Ouderenzorgorganisaties zien hun cliëntenaantallen stijgen en zijn steeds meer op zoek naar mogelijkheden om de juiste zorg en kwalitatief goede zorg te kunnen blijven aanbieden aan onze cliënten, nu en in de toekomst. En daarvoor zetten we onder andere zorgtechnologie in. Een voorbeeld van zorgtechnologie is beeldbellen. En dit doen we met de Compaan. Dat is een tablet die we bij de cliënt thuis hebben staan. En de cliënt wordt gebeld door de zorgmedewerker. En kan dus thuis op die manier heel fijn rustig zijn eigen zorg ontvangen. Ja, hartstikke goed. Hartstikke goed. Ik word op donderdag word ik om 1 uur gebeld. Dus ja, het kind kan de was doen eigenlijk. Die vraagt hoe het met de zuigers gaat, hoe het verder met je gaat en... Weet je, je maakt een praatje. Hè? En ja, ik vind het wel prettig. Ik heb niet iedere dag iemand om me heen. En je maakt toch wel dingen mee. En daar kun je dus met hun ook over praten. En dat is toch wel heel fijn. Voorbeelden van de zorg die we leveren zijn bijvoorbeeld ondersteuning met dagstructuur, medicatieinname en welzijnsmomenten. Maar ook voor verpleegtechnische handelingen zoals het ondersteunen bij minder complexe wondzorg of het monitoren van waarden. Bijvoorbeeld bij een cliënt met diabetes. We gaan even de medicijnen erbij pakken. Beeldzorg boekt eigenlijk zulke mooie resultaten dat we dit ook regionaal aan alle cliënten willen aanbieden. En daarom zijn we actief in samenwerking met Amaris, Innovum en Hilverzorg begonnen om beeldbellen breed in te zetten in de regio. Samen met Hilverzorg heeft Vivium 1 beeldzorgteam en ook Innovum en Amaris hebben een actieve samenwerking. Ons doel is om in de toekomst 1 regionaal beeldzorgteam te vormen met elkaar. Eigenlijk moet iedereen beeldzorg hebben. Want als je beeldzorg hebt, dan voel je je niet eenzaam. Je wordt in de gaten gehouden en je bent er blij mee.